Sing that one, Dad. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippie hoera! They sing that on birthdays. Oma Aap? Ja? Het was toch aan de overkant ook nog van opa? Ja, natuurlijk. Die liep tot aan het huis toe wat er staat. Maar mama, uw vader heeft het huis dus laten bouwen? Ja. In 1911, denk ik. 1911. Ik ben er nog in geboren. En die is getrouwd hier zo? Is die hier getrouwd? Hij had drie kinderen al? Dus hij is hier ja, toen kinderen... was hij van daar vandaan. Dus hij kwam hier gewoon? Hij heeft hier dat bondland gekocht. En het was gewoon platland, meer niet? Ja, nee. Gewoon weiland. Waar jij nou voor die deur staat, ja? Die deur die zat hier. Hier was het. Dat was de... Als je buiten moet dat kelderraampje, je ziet dat nog. Maar die kelder die liep tot aan die muur toe. Ja, nou nog. Oh. Tot hier alleen. En tot hier. Maar verder kende niet, want hier zat een muur onder en hier zat ook een muur onder. Ik verdeer een muur, kan je uiteraard halen. Nee, natuurlijk niet. Een hele lange tafel. We hadden hier een hele lange tafel. Ja, je 12 man moest eten geven. Dus er stond een hele lange... Die keuken was eenmaal een pomp, hoor. Ja, ja. Hier was geen... Er stond een pomp, die stond in die serre. Pa en ma sliepen beneden. Ja. Maar boven had je dan met z'n tienen. Ja, en had je twee kamers. En een hele grote zolder over de hele breedte. Oh, een zoldertje, dus dat lag allemaal een beetje. En de ene vrije kamer zat in die hoek, want die maatjes die sliepen met de drie in die hoek. En dan zo, die hele rente zo. Hier ging je gewoon, je zag geen deur in. Hier liep je zo over de hele lengte hier. Toen kwam ik met die landmijn aanlopen. Ik zeg, kijk, dat is nou een landmijn. Hé, wat? Ik zeg, nou, er gebeurt niks. Ik laat hem vallen. Ik zeg, er gebeurt helemaal niks. Ik zeg, want de slotgoedje hek uitgedraaid. Maar hij ligt daar begraven. Hij ligt daar begraven, hoor. Ja, bij Leo Barres in het slootje. Er ligt nou een grote weg op tussen zit 2 meter zand op. Naar de Kerkhof Laan natuurlijk gegaan en dat is me best bevallen daar, een hoop centen verdiend. Ja. Ik heb 1000 opgegraven en 1000 begraven. Ja, maar ik bedoel, hier had je dan de eerste kassen en daar stonden dan druiven, maar ook daar tussendoor de aalbessen en de bomen. Nee, hier vlak aan het hoek, hier de eerste kassen, hier maar een klein om het huis om de boomhoek. Maar allemaal fruit? Allemaal ja, pruimen en een paar prijzen, of pruimen en klap, favoriet, peren. Ja, en daarna kreeg ik kasten. En daar kreeg ik 11 kasten. 11 kasten? 11 kasten. Met druiven? Ja. En dat ging allemaal in Engeland toe waarschijnlijk toen? Ja, dat weet ik allemaal niet. Toen was ik nog te jong natuurlijk om dat te begrijpen. Ja, en wat hebben u geteeld hier zo nog? Nou ja, ik ging, die kasten waren haast allemaal verliefd. Ik ben hier weggegaan en allemaal waren ze gemaakt. Ja, waarhuizen? Had je tomaten of zo? Ja, tomaten, paprika's. Okay. Ik heb hele jaren heb ik paprika's geteeld voor die, want we nog die druiven teelt. Want dat weet jij zeker niet meer, dat je in de poelen al het hele Westland met die druivenprinses had. Ja, een beetje nog, heel klein. Ja, nou en dan moest ik zeggen, Willem de Breeën tegen mij Loos. Jullie waar waren de eerste die paprika's al brachten? Ja. Hij zegt, laat even een kap of drie staan. Hij zegt, voor grote paprika's hebben een rode en groene. Happy.
Wat is er nou veranderd in die 30 jaar hier zo? Nou, dat ik daar voor het raam gestaan heb, zie je de boer in de gaten. Ja, nou ja, je ziet het, ik ben nou van de 12 spelers, zijn er maar jongen, 3 onder de 90 gestorven. Ja. Dus over Wim, en over Koos, en jouw moeder. Ja, en de rest is allemaal boven de 90? Allemaal boven de 90. Ja. Tot de 1 voor 100 en 8 maanden. Nou, hoe hebben Jan altijd meegemaakt, Jan en Herman? Hoe hebben ze... Herman, ben toch wel. Ja, altijd. Ja. Want het zijn geen broers, maar het zijn vrienden. Ja, gewoon goede kennis. Groeit als je hier zo'n 30 jaar zit. Ja. Jan, dat is de grondlegger van het bedrijf? Ja. Uit Rijnsburg. Ja. Maar hoe kwam je hier terecht eigenlijk? Ja, al die Rijnsburgers zaten hier. Oké, die kwamen allemaal hierheen. Ja, hele hordes. Vroeger moest hier nog naartoe, omdat de veiling hier een ander aanbod had. Dus, meer Floren. Ja, Arie heeft de meeste dienst eigenlijk. Ja. Hoe lang kom je al? Ik zeg al jaren, het is mijn voorbeeld. Ik zeg Arie, je bent mijn voorbeeld. Altijd opgewekt, altijd opgeruimd. Maar toen hij hier kwam werken, wat dacht je toen? Van die zien we nog een jaar of 10? Is het, geen idee. Hij hoort er meer bij dan wij. Hij moet er zo in. Kan je zien hier aan. Snap je? Ja, ik zeg allemaal zo, ik heb toch zo'n 30 jaar gereden. Met één oog, ik heb er nog geen dag gereden. Gelukkig niet. En ik zat toch altijd in Den Haag. Ik heb toch 16 jaar naar Den Haag moeten rijden. Ja. Als je nou vroeg was, dan had je gemeens last, maar ook wel je tijd verslapen had. Ja. En je moest om 8 uur wezen, want die haren komen allemaal 15:15 wakker. En hoe lang ben je nog hier zo bezig? Nou, als ik zo gezond blijf zoals ik nou ben, dan ga ik maar gewoon door. Tot de 100, denk ik? Ja, tot de 100.